Laat ik beginnen met te zeggen dat ik gisteren nog met de bestuurder van Sipor heb gesproken. Die is bij mij langs geweest op de Kamer, want ik wilde nou weten hoe zit het nou precies met de boekjes die waarover gesproken is in Nieuwsuur en wat staat daar nou precies in. Hij heeft me de twee boekjes ook overhandigd op mijn verzoek. Hij heeft me ook verzekerd, en gelukkig maar, want daar zat mijn zorg, dat die boekjes per direct op alle scholen hier in Rotterdam zijn niet meer in gebruik worden genomen. Dus, daar was ik heel blij mee. Dat heeft hij mij toegezegd. Het was een goed gesprek wat ik heb gehad met deze man. En hij heeft ook toegezegd dat er een herziene druk komt, waarin als het boek straks gemaakt wordt, waarin ze heel proactief het COC gaan benaderen, het Rutgershuis gaan benaderen om mee te denken en mee te helpen over precies dit thema, over homoseksualiteit en over allerlei andere thema's die wij van belang vinden dat dat gewoon goed geregeld is. Dus daar was ik in ieder geval met die toezeggingen ben ik in ieder geval heel erg blij. Wat ook een volgende actie is, die is ondernomen, is dat we natuurlijk contact hebben gehad met de onderwijsinspectie. En de onderwijsinspectie komt met een breed onderzoek. Veel breder dan alleen kijkend naar het boekje, maar echt van een breder onderzoek. En wij krijgen niet over lange periode te horen wanneer dat onderzoek gaat plaatsvinden. En we hebben daar, de bestuurder van Sipor heeft de inspectie ook gevraagd om te beginnen bij Rotterdam, op de Rotterdamse scholen. En ik ga de onderwijsinspectie ook vragen om aan dat verzoek gehoor te geven.